Caiciro's. Hoe was deze middag voor jou? Ja, bijzonder. Heel gaaf natuurlijk sowieso om tegen Ajax te spelen. Hier nu ook nog eens met uitverkochte huis. Je merkte al toen je het veld opging voor de warming-up dat het leeft. Dat de hele club er zin in had. En ja, vanaf het begin af aan zijn we volle bak erop gegaan. En, ja, en dan zie je als je heel diep gaat en alle krachten bundelt dat je dan een resultaat kan halen. Ja, je maakt de 1-0. Kun je hem beschrijven? Ja, zeker. Het was een goede aanval van ons. We speelden goed onder de druk van Ajax uit. Uiteindelijk kreeg Jenks de bal op de linkerflank. En ja, die geeft een schitterende paas tussen de back en centrale verdediger door op mij. Ik loop op het goede moment. En ik probeer die bal te verlengen. Alleen Varela zat er al heel kort op, waardoor hij in eerste instantie die bal pakt. Alleen daarna stuit hij via mijn lichaam erin. Dus een klein beetje geluk, maar dat dwing je ook over. Ja, ging hij via je lichaam of via je voet? Ik dacht via mijn lichaam. Ik dacht zelfs nog heel even dat hij via mijn arm ging. Daarom was ik wel even bang toen de VAR nog even ging kijken. Van, hij zal hem toch niet afkeuren. Maar gelukkig was het geen hands in ieder geval. In de tweede helft maakt Ramon die tweede. Jullie duiken die hoek in. Denk je dan al van, ja, dit gaan we over de streep trekken? Ja, toen had ik wel echt het gevoel van vandaag is de dag dat we van Ajax kunnen winnen. Na die 2-0 had ik ook het gevoel dat zij even geknakt waren. We zaten toen ook echt goed in de wedstrijd, vond ik. Had een hele goede fase dat we hoog druk zetten, heel veel ballen veroverden daar al. En iets dominanter werden. Dan weet je wel van Ajax, die gaan komen, die gaan stormen. En dan viel die 2-1 wel redelijk vroeg. Toen had ik toch nog wel even wat stress. Maar uiteindelijk trekken we hem knap over de streep. Kun je me uitleggen waarom jullie dan verder terug moeten lopen? Want je zegt Ajax gaat stormen. Nou ja, er komen natuurlijk een aantal frisse jongens in. Onder andere Eiting als controleur. Ja, frisse jongens, als je dan twee jongens, bijvoorbeeld in eerste instantie Ramon en mij, die volle bak daarachteraan moeten. Als je dan achter een frisse Eiting aan moet, dan is dat wel zwaar, kan ik je vertellen. Dus dan hebben ze iets meer frisse jongens en iets meer kracht ook om te gaan pushen. Plus ze hebben natuurlijk gewoon ontzettend veel kwaliteit in de ploeg, laat dat duidelijk zijn. Wat doet dit met het vertrouwen? Ja, het is natuurlijk fantastisch voor ons vertrouwen. Winnen van Ajax is denk ik de knapste prestatie binnen deze competitie. En volgens mij doen we goede zaken ook nog eens op de ranglijst. We gaan naar plek 8. Dat is iets waar we ook wat ons doel is. Dus dat geeft wel een boost. Ja.